Hele goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Michelle en dit is mijn kanaal Michelle. Je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben eigenlijk nog maar net thuis, want ik ben even naar de Dreamland geweest omdat ik hoorde dat ze daar dus nog knuffeltjes van Little Dutch verkochten in de uitverkoop. Maar helaas, het knuffeltje wat dat ik dus nodig had, dat hadden ze daar niet. Ik heb wel iets anders heel leuks voor Noé gekocht en dat gaan jullie zo zien. Oké. Okay. Ik heb dus blijkbaar twee pakketjes binnen. Ik heb dit binnen, maar dat wist ik dat dat ging komen, want ik had dat besteld op Bol.com. Maar daar kijken we zo dadelijk naar. Ik ga even kijken hoe ik jullie dit hier weg kan krijgen. Het gaat dus om deze bad guy. Ik heb deze dus al zo onwijs lang op het oog, al eigenlijk van voordat Noé geboren was. Het enige probleem van dit ding is dat hij gewoon onwijs duur was. Deze kostte 170 of 180 euro zelfs op den duur. En zo ziet ze niks, jullie hier komen zitten. Ik vond dat toch wel een redelijk groot bedrag. Dus hadden wij eerst een andere activiteitentafel. Die heb ik nu verkocht. En nu zagen we dus dat deze nu gewoon aan 126 euro was. Dat is een heel stuk goedkoper. Het is een jumper en dat betekent dat hier aan de zijkant elastieken zijn waardoor hij kan springen. Nu, normaal gezien kan hij erin vanaf 4 maanden, dus dan zou hij er nu eigenlijk wel al heel zeker in kunnen. Zijn nek is ook wel heel stevig. Dus ik ben echt onwijs, onwijs, onwijs benieuwd naar deze. Zal ik hem even openmaken? Ja. Ik hoop dat het lukt zonder mij. Ja. En waar is de telefoon? Ah, die zit er misschien al voorbij. Oké. Okay. Dan had ik ook een loopwagentje gekocht. Speel met mijn zebra van Fisher Price. Ik zal hier even een afbeelding laten zien welke dat was. Maar toen zag ik deze. Een vriendinnetje van mij had deze in een oudere model gekocht. Maar ik vond deze persoonlijk eigenlijk nog wel iets leuker. En toen zag ik dus dit loopwagentje. En wat is hier? Ik kom even dicht. En wat is hier nu zo leuk aan? Gelijk dit hele paneel, dat kan er af om mee te spelen. Dus het kan als loopwagentje dienen of als speeltje. En er zijn meer dan 100 melodietjes op. Onwijs tof toch? En op die andere, daar waren maar een paar knopjes. Dus ik dacht dat deze wel heel erg leuk zou zijn. Nu, het dingetje van deze. Normaal gezien was deze rond de 50 euro. Dat wist ik ook toen ik het vorige wagentje verkocht. Ik heb het vorige wagentje trouwens verkocht voor 30 euro. En ik dacht van, dan leggen we nog 20 euro bij. En dan kopen we deze gewoon, want die andere was ook nog nieuw in de doos. Nog nooit gebruikt. En ja, toen zag ik dus op bol.com dat ze dus nu met de solde maar aan 36 euro waren. Dus helemaal top en helemaal blij mee. Dus dat vind ik echt wel onwijs leuk. Dus ik weet niet of ik deze al in één ga zetten, omdat Noé nog wel een beetje te klein is hiervoor. Want dit is denk ik vanaf 9 maanden. Ja, zit je vanaf 9 maanden is dat eigenlijk. Of ja, eigenlijk als hij een beetje te goed kan zitten. Dus ik denk dat deze gewoon nog even in de doos blijft. Dus ja, hij is weer helemaal verwend vandaag. Laten we deze even open doen. Ik word er eigenlijk al helemaal happy van. We hadden die denk ik zelfs eerst op onze lijst staan en toen had ik die per ongeluk ervan afgedaan en toen was die ook zoiets aan 120 en in één keer was die ook zo 50 euro duurder. En dan is het van, hey, waarom nu? En ja, nu heb ik het gewoon zelf gekocht. Allee, hij heeft het eigenlijk cadeau gekregen van zijn papa. Wat is dat? Zit hij wel beter in, vind ik, als in die vorige. Is papa ook komen kijken? Kijk! Wat is dat? Het is koud op de grond, hè? Met die koude tenen, hè? Wat is dat? Oh, oh, wow! Wil je om? Ondertussen is Noé in slaap gevallen, of toch half, voor een dutje. Toch
bijna. Toen ik deze open deed, toen zei hij toch al dat de telefoon weg was. Wel, die is dus echt weg. Ik heb de doos nog open gedaan. Ik heb overal gekeken en hij zit gewoon nergens bij. Dat is heel erg vervelend, maar ik ga hem terug moeten sturen. En dan een nieuwe moeten bestellen. Dus ik hoop dat ik morgen een nieuwe aankrijg die wel in orde is. Martin is mij trouwens daarnet komen helpen met de jumper in te zetten. En dat is helemaal in orde, super fijn. En wat wil ik nog zeggen? Ik heb ook net contact opgenomen met de klantenservice van Bol.com. Maar er reageert dus niemand niet. Oh, echt vervelend. Oké, ik kan hem dus retour sturen. En ik heb vanmorgen een nieuwe besteld. Dus hopelijk dat die wel compleet is. Oh, mijn mascara is helemaal uitgelopen. En zo ziet je er dus uit als je je make-up niet afdoet 's avonds. Ik ben dat dus helemaal vergeten gisteren. Goedemorgen, we zijn vandaag dinsdag en ik sta momenteel nog niet aangedaan. Het is eigenlijk was ik vandaag al heel erg vroeg wakker, omdat wij dus een probleempje hebben met onze kinderwagen. Daar ga ik direct verder op in. Ik heb net de babywalker ingepakt en die ga ik zo dadelijk even op de postautomaat doen. Dus ik heb het retourtje gedaan en ik heb zo net onze eerste oogst chilipepers geplukt. En ik moet zeggen, flinke oogst. Dit plantje heb ik dus helemaal verkeerd gekocht, want ik eet dat dus totaal niet. Maar ja, ik denk dat mijn oma wel blij kan maken, want die doet dat geloof ik in de goulash. Dus dat is ook super leuk. Verder ben ik ook gisteren begonnen nog aan de bedankjes voor Nooi zijn doopsel. Helemaal zelf gemaakt. Ik heb gekozen voor chocotoffs. Ik wilde toch iets heel kleins meegeven aan de gasten. En heb ik dat gewoon, die stickertjes heb ik trouwens ook helemaal zelf geprint. En ja, gewoon zo tof ingepakt. En dan ga ik er nog een bordje of een kadertje bij zetten met chocotof dat je erbij was. Heel klassiek, maar ja, meer moet dan naar mijn mening niet zijn. Dus wat is het probleem met onze kinderwagen? Wij hebben nu momenteel dus het, ja, hoe moet ik het zeggen, het zitje erop staan. Dus niet meer echt de maxicosi of het lichtding. En nu zag ik gisteren met het neerleggen dat hij gewoon eigenlijk in de plaats van zo recht, dat hij zo schuin staat. Nu ben ik aan het zoeken geweest. En als hij er niet in ligt, doet hij dat niet. Maar ligt hij er wel in, dan doet hij dat wel. Nu heb ik het stof er tussenuit gehaald. Dus ik hoop dat het daarbij opgelost is. Maar ik ben eens wezen kijken. Zo'n nieuw zitje kost €200. Terwijl ik voor €290 een iets compactere en kleinere kinderwagen heb. Nu dat het stof er tussenuit is, gaat het waarschijnlijk ook wel opgelost zijn. We gaan vanavond even kijken wat we daarmee gaan doen. Want ja, dat beslis ik natuurlijk niet alleen. We zijn met twee thuis. Het is nu 9:15. Ik heb net nog gekeken op de babyfoon. Ik ga nog even een keertje kijken. Maar Nooi sliep daar net nog. Ik wil me even gaan klaarmaken, want er is in Genk Centrum een pakketje voor mij aangekomen. En dat wilde ik eigenlijk al gisteren gaan halen, maar ja, dat zaakje was gesloten waar dat ik dat heb aan laten komen. En dat wist ik dus niet, dus ik stond er eigenlijk voor niks. Hij is wakker. Zullen we maar eens gaan halen, hè? Ik ga eerst een melkje maken, denk ik, want ik wou me eigenlijk eerst aankleden, maar ja, ondertussen is hij dus al wakker. Ik ga even zijn melkje maken. Goedemorgen, meis. Waar lig je weer? Heb jij lekker geslapen? Heb jij lekker geslapen? Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, dag Miesje. Kom. Ah, hier. Kijk, peperkoek, hoe is dat? Ik wil die maar eens zo een knuffje houden, hè. Papa haalt je altijd eraf. Kom. Melkje. Is jij? Lekker. Lekker melkje. Feestje voor mijn feest. Ik ben de rode cirkel. En ik rol graag in het rond. Wij zijn driehoeken. Zo, we zijn even in Genk Centrum en ik wilde net dat pakketje, ik weet, jullie zien het helemaal niet, dat pakketje daarachter van Bol.com gaan binnenbrengen, maar het past niet in de pakketjesautomaat, dus ik moet even kijken of ik een bundel van binnen kan brengen. Zo, we zijn weer terug. We zijn weer terug. Ja! Lieve ke, je hebt een flink zetje gedaan onderweg, hè? Ja, heel flink. So, it's a very rare car. My ash is part of the AAC. Hij heeft genoeg, denk ik, hè?
Maar ja, je moet ook niet alles opeten per se, want ja, het is eigenlijk ook nog wat vroeg dat ik heb hem te vroeg gegeven. Ah, stop maar. Is hem genoeg, heeft hem genoeg. Het moet niet vol proppen. Genoeg is genoeg, hè, muis. Ja. Kijk eens hoe je mond verlangt. Hè? Kijk eens hoe je mond verlangt. Helemaal vol. Ja. Goedemorgen. Maai is grumpy vandaag. Wat is er? Gaat melkje alles beter maken? Gaat jouw melkje alles beter maken? Hier. Lekker. Goedemorgen. Boeke, goedemorgen. Goedemorgen, Boeke. Appelpief, appelpief, appelpief. Lukt dat? Niet een boerke? Nee, bij mij wil hem ook geen boerke laten. Proberen. Wat de hik daarna nog wel. Dan hebben we altijd zo'n moeilijk als je de hik is. En Polly? Hey. Hey. Een hele goede morgen. We zijn vandaag woensdag. We zijn donker. Flikt hem maar zo. Ja, een beetje donker. Even. Die ligt zo fijn op zijn rug en die andere is zo te kratsen. Ja. Kratsen. Ze zijn in Gajazu. Gaan we eens kijken, er zijn pandas zitten. Ah, panda. Vlinders, bonte, kleur, van alle vlinders op. Dag mama. Mama. Lekker is braaf, hè? Papa. Ja. Nog is het nog aan het uitleggen. Goedendag. Maar nog niet. Ja, babbelen naar mama. Moet ja. Babbelen. Mai. Nee, naar papa kijken. Oh, die zweet. Kijk eens een haar hoe nat. Waar is het ezeltje? Dat is een ezeltje. Kijk. Kijk daar. Wauw. Dat is een mooie ezel. Papa, ook een ezel kopen voor thuis. Zo mooi, hè. Later in onze nieuwe tuin misschien, hè? Ja. Oh, die heeft gezweet. Kijk eens hoe hij gezweet heeft. Zijn pet terug opzetten, daar ga ik. Dat is een mooi beestje, Nusha. Gaat het? Alles goed, ezeltje? Wat was dat? We hebben nu ongeveer alles gezien, dus ik denk dat we doorgaan, hè? Ja. We gaan nog ergens een winkelcentrum of iets zoeken en ja, dan gaan we wandelen. Nog een beetje wandelen naar huis. Ga je mee winkelen? Gaan we winkelen? Kijk, de ezeltjes komen terug. Ga je lachen? Ga je een dutje doen? Ja. Lekker slapen. Een dutje? Je kunt langs hier ook, hè. Papa moet weer moeilijk doen.
Ja.